Dit is een tiled display, zoals dat heet, van 9 schermen. Aangestuurd door 9 Raspberry Pis. Dat zijn kleine computertjes met een beperkte capaciteit. En waar één Raspberry Pi de video via multicast stream uitstuurt. En de andere de weergave doen per scherm en hun deel daarvan laten zien. Uiteindelijk hebben we er hier 9 staan, maar dit is eindeloos uitbreidbaar. Ik kan me voorstellen dat je dit gewoon als informatiescherm gebruikt om te doen. Maar nu staan de schermen zeg maar allemaal op elkaar, hè, als een groot raster. Maar je kunt schermen ook verspreiden door je instelling heen en dan bijvoorbeeld allemaal hetzelfde beeld afspelen. Of je kunt ze per 4 clusteren en dan per 4 een, ja, laten we zeggen, informatie over je netwerkverkeer weergeven. En andere weer wat andere informatie, aanvullende informatie. Ja, het is veelzijdig. Ja, je kunt er ook leren mee programmeren. Hoe stuur je zoiets aan en welke videoproblemen kom je dan tegen op zulke schermen? Dat is eigenlijk een beetje het idee erachter.